Zal ik je vragen, Johan, waarom spelen we eigenlijk die entführung aus dem Serail nog steeds? Is dat een goede vraag? Of wat denk je, waarom is entführung nog steeds een thema? Nou, het is meer een thema dan ooit, vind ik. Ik moet die koffie natuurlijk even op hebben, hè? Stoort je dat? Nee, ik zie het ook niet. Je ziet het ook niet. Als ik het zo doe, wel, dan zie je het wel, ja. Ik vind bij entführung bijvoorbeeld die uitwisseling van culturen, dat is het grote thema in dit stuk. En die clichés worden door Mozart ook niet geschuwd. Het is ontvoering, bevrijding, liefde, haat. Het zijn hele politieke thema's. Ja, het zijn twee werelden die op elkaar botsen. Ja. De Oostse wereld en de Westse wereld. Kijk, je verwacht natuurlijk het humanisme van de westerse wereld in dit geval. En in het geval van deze opera, daarom is die mateloos interessant, komt het humanisme eigenlijk uit de Oosterse wereld. Ik heb het 8 jaar geleden ook gedaan. Dat stuk heeft nu een hoge mate van noodzakelijkheid. Ik voel dat ik voorzichtiger moet regisseren. We hebben coupures gemaakt, we hebben het anders gemaakt. Waarom was dat noodzakelijk? Omdat met de wereld waarin we nu leven weten we veel meer van de islam en weten we veel meer van de Oosterse wereld dan 8 jaar geleden. Mm. Dus je kan sommige dingen dan ook overslaan. Dan ga je ervan uit dat mensen dat wel weten. Nee, Constanze, nee. Auch Selim hat ein Herz. Auch Selim kennt Liebe. Hoe gaan mensen vandaag op jouw manier om naar entführung te kijken reageren? Nou, ik heb het westerse beeld over de wereld, ook over de Oosterse wereld dus, heb ik veel genuanceerder gemaakt. Ik zeg dus ook eigenlijk, het bestaat de liefde van de mens die uit de Westerse wereld komt tegenover de mens die uit de Oosterse wereld komt. Dat is een mogelijke optie, dat kan. Ik wil alleen maar nog zeggen, voor mij is entführung een van mijn belangrijkste opera's überhaupt. Als jong mens vond ik het vreselijk en kon ik met dat pure cliché niks. Tot ik ook een soort ontklede versie daarvan heb gezien. En dan begreep ik dat het over mij gaat. En dat dat humanisme van Mozart een belangrijke rol speelt. Dat het mens zijn, dat het vergevingsgezind zijn, daar op een hele bijzondere manier wordt aangesproken. Ja, en naar voren gehaald. Wraak hoort niet thuis in deze samenleving. Nee, anders gezegd, wraak hoort niet thuis op deze wereld. Yeah. Dat moeten we verbannen, wraak. Dat vind ik ook een van de mooiste uitspraken in dit stuk natuurlijk, wraak. Amen. Ja, ik heb er meer mee dan vroeger. Hè. Ik heb er meer mee dan 8 jaar geleden. Ik haal er veel meer uit dan ik er eerst uit gehaald heb.